Goedemiddag iedereen. Welkom in WZC Groenhof in Menen op deze mooie zondag 11 september. We zijn blij dat je er allemaal met zoveel zijn gekomen om te komen kijken naar de eerste comedy shows van twee die er volgen. Binnen 3 weken is het nog een comedy show, dan is het Piff Huffluff die komt. Maar vandaag gaan we starten met Hunter Lamoot. Herman, ja, van eens. Herman, hij was een bijnaar. Ja. Voilà, kijk, weet het allemaal, hè? Bijnaar van Kortrijk. Bijnaar van Kortrijk. Allee. En, wordt het goede sausist? Waarschijnlijk wel, hè, ja. Allee, man, ik... Wat, hè? En hij? Hij, zie, wacht, ik weet dat. Wacht, ik weet. Ik kan er nu niet opkomen, maar je ziet de hier. Dat klopt, hè? Voilà. En in Chester, hij ziet van 1901 in Chester ook. Hé, ik zie nu je naam, ik weet het nog meer. Ronnie, dat is komiek. Dus Ronnie is geboren in 1901 in Chester. En van die jaar is een 1 in Chester. Hoe doe je dat? Ik kan dat niet doen, hè. Ik ben 52, maar ik ben niet geboren in 1952, hè. Dat is raar, hè. Zijn er nog mensen die even goed zien, lekker dat ze geboren zijn? Alleen maar Ronnie. Eén in Chester en één in Chester. Maar kom. Ja, maar het zijn vele meisjes dat ik haar ken van 3 jaar geleden ook. Ik denk dat ik gezien. Marie-Thérèse zit hier ook, hè? Waar zit Marie-Thérèse? Kan ze zien zijn? Ah, dat Marie-Thérèse. Weet je nog, 3 jaar geleden zat je ook in de show, hè? Van kijk, kijk dan op een velo gezet. Weet je nog? Van, je wilde eigenlijk een fiets, nee? Ik heb al gezien aan de wandsmuur dat het gelukt is, dat je daar op die fiets zat, maar daar niet door, op die... Oh. Hè? Ik weet, het zit niet veel, maar het ding zit hier ook, hè, van Marie. Zat hier ook? Marie. Waar zit Marie? Waar is dat, Marie? Weet je het nog, 3 jaar geleden? Ja, leuke gaat, hè. Hé, weet je het nog? Kan je dan doen dansen? Kijk, weet je het nog? Hé? Maar ik kijk me goed dat ze dansen 3 jaar geleden. Oei. Voilà, hè. Kun je nog altijd zo goed als? Nee? Oh, papa joie. Wees dat je danst met de deuren op slot aan niemand dat ziet. Als je ze heel dan danst. En Dink zit hier ook weer, hè. Heert, heb ik dat juist gezien? De bijnaar, hè. Dag Heert, ça va? Weet je het nog 3 jaar geleden? 3 jaar geleden zat je bij de Romeo's, hè. De Romeo's, je kent dat, hè. Van Heert verjaard op dezelfde dag gelijk hij van de Romeo's. Gunter Levy. Dus, kijk, dat zoeken heert geweest, hè. Dat was 3 jaar geleden. En 3 jaar geleden, Freddy zat daar ook. En u zit hier ook zeker, hè? Zit Freddy hier? Freddy. Waar is Freddy? Ik zie hem niet. Zit hij hier niet? Het is pittig, hè, zeg. Allee, het is toch dat alles goed is met hem. Kijk, Freddy. Gezellig, hé. Allemaal aan het eten. Wat ik zo schoon vind, hé, van Freddy. Freddy ziet er vrij cool uit met zijn koptelefoon. Vind je dat niet? Ik vind het echt een DJ. Zou ik niet hem soms zijn liedjes gaan draaien? Dat we er dan niet weten, also? Dat hij hem feestjes doet. DJ Freddy.
Je bent waarschijnlijk s'nachts heel dag weg aan gaan draaien op feesten. Kijk, als het wat is, moet dat heftig zijn. Hier. Kom op, Freddy. DJ Freddy, hey. Want het duurt toch maar even. Kom aan. Laat de zon in je hart. Iedereen. Ze schijnt toch voor iedereen. Geen niet van het leven. Want het duurt toch maar even. Merci, DJ Freddy. Het is goed. Oké, we gaan eraan beginnen. Hè. Ja. Dus Montoon in twee delen. Het is twee keer een half uurtje ongeveer en in het midden een pauze. We gaan niet beginnen met de pauze, want dat zo belachelijk zijn. Dus de pauze is nu binnen een minuut of 20, want we zien. En we gaan toen, like 3 jaar geleden, dus 3 jaar geleden, wat hebben we gedaan met iedereen? Met al de bewoners. Dus ik heb al foto's gekregen, ik heb informatie gekregen. En met de foto's van jullie, wat gaan we doen? Ik hoger lager van vroeger, je kent dat nog, hè? Dus we gaan zoeken, het was spelen, maar ik ga dat niet doen met Corden, je weet dat nog? Ik doe dat met mijn jender. Allemaal foto's van jullie, en in plekken van hoger lager is het natuurlijk jonger-ouder. Maar jonger-ouder, we gaan dat niet roepen, dat is een beetje belachelijk. Dus we gaan gewoon zeggen, hoger of lager. Ziet ze? Gaan we eraan beginnen? Oké, de eerste korte, dat is Antoinette. Antoinette, zit ze hier het woord? Waar zit Antoinette? Ja, ze zit daar het woord. Ik zie ze niet, ik kan zien. Ja, ze weggestoken. Waar is Antoinette? Ah, dag Antoinette, ça va? Alles goed? Allee, Antoinette, 96. Antoinette maakt van alles mee, hè? Want Antoinette is een keer naar de paters van West-Vleteren geweest. Hé? En was je zat, Antoinette? Niet te zat, hè? Niet te zat, hè? Ja, maar kan dat wel. En wat ik ook weet over Antoinette, wat deed je hier haar, Antoinette? Zeg ik je wat je haar net? Ja. Wat? Een beetje van alles, maar het is toch wat hij stief haar net ik hoort. Fritten? Ja, ja, maar nog wat anders. Als van die kleine visjes. Nee, bina. Skampies, voilà, kijk. Heer, hè. Dat deed ze haar mee. Moest ik eens zien, zeg. Hé, ze ziet ze het nu, hè. Het is wel spittig dat Skampies dat zo klein is. Vind je dat ook niet? Hé, dat is direct top, hè. Als je 6 Skampies geeft net, meestal, je krijgt er ook niet veel meer dan 6, hè. Dat het gewoon in. Hier krijg je er waarschijnlijk wat meer dan op restaurant, maar dat is veel te klein, hè. Ik vind, hè, Antoinette, wat ze moeten doen, ze moeten grotere Skampies maken. Hé? Dat je zo één moet opeten en je genoeg kijkt. Zeg eens kampie, zou je dat niet beter spannen? Ja, stel je voor dat je zeg eens kampies kunt eten. He? Je hebt genoeg meer, he, zeg. Moest je dat zien, Antoinette? Wat zou je doen, zeg eens kampie op je taloren? Okay. Zo, hé. Heb je gezien? Je moet kijken naar het scherm, hé. Oké, maar stop me niet te belachelijk doen. Dus, de eerste korte is Antoinette, is 96 jaar, een fantastische leeftijd. En nu de volgende bewoner. Hoger of lager? Wat ben je? Hoger? Lager? Iedereen peest lager? Monica King, de volgende bewoner is... De Marcel, 78, het is lager. Marcel, ik als je zegt, dag Marcel. Ça va? C'est en français, hè? Akkoord. Hé, maar moi je parle pas vraiment... Je parle pas le français, ik kan dat niet zo goed, hè. Maar we zijn in België, maar ja, je moet dat kunnen. Maar ik verstand wel, maar je kunt het moeilijk lachen. Je peux comprendre, mais pas parler beaucoup. Voilà, kijk, goed, hè. Allee, mag ik kijken dat Marcel thuis is? Mag ik bel? Ding dong! Is het thuis? Ding dong! Zie je dus? Ja, ja. Ding dong! Oké, maar stop. Ik ga je niet belachelijk maken, maar goed, dat was toch hier op die foto van anders. Oké, Marcel, 78. De volgende bewoner of bewoonster. Jonger of ouder, hoger of lager dan 78? Hoger, we gaan even kijken. Ah, het is Janine. Janine, dat kan zien zitten. Janine, je ziet zitten, hè? Ik ben in die seksmat. Wat zei je?
Voilà, ja. Moet sexy van jou? He? Ja. Zeg haar een sexy, Janine. Ja, ze had dat gezegd van... Weet je nog, 3 jaar geleden, toen ik hier waren, waren ze hier van het journaal en van het nieuws. Dat was op nieuws, he, s'avonds. Kijk, dat hier, hè. Weet je dat nog? Jongen. Zijn hier komt film? Ja. Hé? En wie zat er ook in beeld? Janine, hè. Hé? Maar wat een kop, dat is een schone kop. Dat is een karakterkop, dat jij, Janine. Wat is dat nu? Moet je niet minder doen dan je doet, hè. Dat is toch schone. Allee, mag ik kijken wat Janine gezegd had? Ja, maar ja, je moet niet lezen. Ik ga een keer starten. Je kunt dan horen wat hij gezegd had. Hè? Dus dat had Janine gezegd over de show van 3 jaar geleden. We gaan nog niet meer praten over seks. Ah, wel. Maar jawel. We zijn in een moderne tijd. Voilà, dat is goed gezegd, Janine. Hè? We zijn moderne tijd. Af en toe een keer een kluchtje over een beetje seks. Of het was dat zo dat je niet mag klappen. Mag dat een keer doen voor te lachen. Hè? Wat zeg je er dan van? Hè? Moet niet altijd flauw zijn. Hè? Soms mag dat een keer een beetje sexy zijn. En ik weet trouwens ook dat hier ook soms sexy dingen gebeuren. Vaak zie ik hier niet Nijnes niet optreedt. Ik heb hier een filmpje van een paar maanden geleden dat hier sexy night was. Met een optreden. Heren, moet maar kijken hoe heerste dat was. Zie ze gezet, hè? Joseph ziet ze, weet je wel. En Arne had zijn mondmasker aan, anders zou ik haar lachen waarschijnlijk. Kan er ook haar bij geweest. En daar, hè? Hier, hè? Moet ik kijken, zeg. Hé, oei, Paul, pas op, Paul. Oeh, Paul, oh, Paul, zo dicht, hè? Oei. Paul had chance gehad, weet je wel, wat zeg je? Zo dicht met dat Paul, hè? Zo dicht met dat poppenolletje in ons zitten. Ziet dat mee, hè? En dat gebeurt hier ook in Groenhof. Af en toe een keer een sexy optreden. Dat mag. Maar dat was meer het wat voor de... Op mijn stal was dat meer het wat voor de vent, hè? Maar de vrouwen hebben hier ook sexy nights, hè? Moet je een filmpje zien dat er een keer een tweeën opgetreden had voor de vrouwtjes? Ja. Heren, hè? Dat was ook heftig, hè, dat hè? Hé, moet ik even al dit ziet zetten, hè? Regina, hè? Hé, Marceline, hop, saté, doe maar alles op. Zo heftig dat was. Kijk, hè, van eens, alles kan hier, hè, Groenhof. Maar kom, we zien er niet nu vandaag. Ik ga geen sexy ding doen vandaag. Ik zit hier voor hoger lager te spelen. Dus we zaten bij Janine, 66. De volgende. Ben je Jeemte gekomen? Ja. Ah ja, maar ik heb toch... Een dode doos, Jeemte. Ja, want ik heb toch de verkeerde informatie gekregen. Ik vind dat wel spittig, maar ik schat een keer 4 jaar jonger. Hè. Oh, ja. Allee, de volgende. Ouder of jonger dan Janine? Hoger, man, ik ga kijken. Van eerst is Joseph. Joseph zet hier ook het woord. Ah, Joseph, het schijnt dat je maar 4 woorden kent. Ik heb hier maar 4 woorden. Cola, sigaretten, tan. En wat nog? Een opa. Wat was het weer? Een bril. Voilà, je hebt alles mee. Je hebt een bril aan. Je sigaret, wat zeggen ze? Je zak. Cola, heb je uitgedroomd? Heb je tan? Heb je tan in je mond? Zeggen ze in je mond? Voilà, het zou wel zin. Zonder tand kun je niet veel doen, hè. Wat doe je? Ja? Ah ja, dat wel. Ja, dat is weer Janine. Het is weer sexy. Oké, Joseph. Wat moet ik vertellen over jou? Ik zit vergeten. Van ik kijk naar de volgende korte, voordat mijn hoger of lager doen. Ah ja, hier. Ach, Janine zit er weer bij, hè. Weet je het nog, Joseph? Dat spelletje met die put? Ja. Dat was een heftig spelletje. Kijk, dan moest je zo... Wat moest je smitten? Dan zou ik... En dat gatje, en zijn trap en zijn mullen. En zijn mullen, ja. Merci, Janine. Dan moest je, maar wat is dat je moest met? Met bolletjes of met je tongs? Met ijzertjes. Dus met ijzertjes moet je dan in die put smitten, hè? Ja, ja. Hè, je dat? Dat zit er echt wel. Oei, en kijk. Dat is die put, hoor je? Ja. Moet ik luisteren, die put? Nee. Mol, ik wist niet dat zo'n put dat ook deed. Komt van ik weet niet van wie dat komt. Dat is raar, hè?
Oei, het is Janine. Is dat Janine? Wat? Is dat geen Janine? Doe dat nog een keer. Allee. Ja, het is goed. Kijk, altijd. Maar altijd leuk met Janine. Nee, amai Janine, kan je ook de put achter doen. Maar hou, we zaten naar Jozef. Jozef is 68, een schone leeftijd. Allee, de volgende. Ouder of jonger? Wat ben je? Ouder? Wie zegt er ouder? 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 Wie zegt er jonger? Ik. Hé? Ja, je hebt niet veel keur, hè? Dan ben je naar Jozef, hij van de jongste is. Maar Monika, kijk. Ah, het is Fernanda, 87. Is hier niet? Dochter en zoon. Is ze wat? Ja, merci dat je alles weet. Allee, maar nee, maar dat is gemakkelijk dat. Het is pittig dat ze hier niet is, hè, Fernanda. Ik zie haar, Fernanda. Kijk, ik heb hier een foto gevonden waar ze probeert voor een oogje te trekken. Hey, maar het lukt niet zo goed, maar ze hebben nou een oogje getrouwd, nee. Ik heb gehoord van Fernanda dat ze paternosters verzamelt. Hey? En dat ze vroeger oeten maakte. Oeten. Ze maakte oeten, hè. Hey? Het is pittig dat ze hier niet is. Van kan ze haar een paar oeten getoogd. Voor te weten wat ze ervan pijst. Maar nu moet wat? Dochter doet nog wat paternoster. Ah ja. Ik heb ook een klacht over paternoster, maar ik ga hem niet vertellen. Je is een beetje te veel. Maar je doet wat? Nee, ik ga het niet doen. Je is echt veel te veel. Nee, maar je is te veel. Je moet niet met haar zien dat ik hem vertellen. Allee, wie vindt er dat ik hem moet vertellen of niet? Een klacht met de paternoster. Ja, maar het is echt te veel. Het is een film op, hè. Oké, wie zegt dat ik hem niet moet vertellen? Nee, kijk, Rita zegt van nee, ik kan dat niet doen. Maar nee, maar nee, want hij zegt te veel klucht, hè. Rita. Moet ik hem vertellen? Ja, maar Rita, stek je vingers in je oren. Oké, ik ga hem rap vertellen, want het is een film, maar ik kan dat niet aan doen, hè. Het was een nunne en een pastor, en ze waren op reizen. Ze gingen naar Vaticaan, naar de paus, op bezoek. En ze waren met twee op reizen. En in een keer moesten ze stoppen in Zwitserland. Hè? En ze moesten daar overnachten in Zwitserland. En ze gaan naar een hotelletje. Het was maar één kamer met vrij voor twee personen met één bedden. Dus die pastor en die nunne kijken eerst naar elkaar. En ze zeggen, ja, we kunnen dat toch niet doen. In één kamer en één bedden. En toen bezig ze, ja, met niet vele keuren, man dat doen. Hè? Dus die pastor en die nunne gaan naar die kamer. Ze beginnen er kleren af te doen. Hè? En ja, je moet dat doen, hè, voor je pyjama aan te doen. En ze kijken naar elkaar en ze, dat zijn ook maar meisjes, nee. En ze begonnen lekker een beetje gevoelens te krijgen voor elkaar, die pastor en die nunne. En die nunne doet haar kleren af, die pastor doet zijn kleren af, die pastor springt al in bedden. Die nunne heil in haar bloden, voordat ze in bedden springt met die pastor, doet ze de vijster open in Zwitserland, in het hotel. En ze pakt een beetje sneeuw en ze wrift die sneeuw tussen haar benen. En die pastor is dat dan bekeken en hij zegt zo van, waarom doe je dat? Waarom smaar je zo van die sneeuw aan je muzetje? En zegt ze, ah ja, dat is gewoon, kijk, als we er eens even zijn bedden kruipen, hé, ik ga een beetje sneeuw doen, van anders, de moeder Maria gaat mij zien vanuit de hemel, hé. Ik wil zeker zien dat mijn maagdenvliesje, dat niet scheurt. Dus ik ga er een beetje sneeuw aan vreten. En weet je wat die pastor doet? Die pastor, je pakt de paternoster, hij draait hem rond zijn piemel en die nunne zegt, wat ga je nu doen? Hè? En dan zegt die pastor, pezen dat een beetje te gladder gaat zien, ik ga ik al een beetje mijn snijpkatting aan doen. Sorry, ja, het is een beetje veel mocht voor jou dan ook. Hè? Voilà, Rita mag weer je roeren. Oké, mijn deur doen. Fernanda was dus een hoedemaakster. En het zien hier ook meisjes met schoon hoed neer in Groenhof. Kan dat gezien? Kijk, hier. Goddelieve. Schoon hoedje. Zie, staat dat ook mee? Hè? Zit ze hier, Goddelieve? De heer Vulling. Goddelieve, zit daar vannacht. Kijk, dat Goddelieve. Ça va? Schoon hoedje. Nee, laat het liefje maar zijn. En dat hier, Jean-Pierre. Ook een schoon hoedje. Is het hier ook, Jean-Pierre? Nee. Nee? Dat is pittig. Ik kom nog weer. Hè. En hier Paul, hé. Paul zit hier. Hé. Of moet ik Camille zeggen? Misschien dat ze Camille zijn tegen, maar ik kan Paul zijn zeker. Alleen een mooie man moet ik Camille zijn. Oké, ik kan Paul zijn. Schoonhoedje. En hier, hé, Jacqueline. Ook een schoonhoedje. Is Jacqueline hier? Jos. Ja, Jacqueline, ça va? Herken je dat lampje, Jacqueline? Herken je dat lampje? Ik zag het zo, dat zeker. Ja, het gaat gepakt vergeten, hè.
Zijn Jacqueline uw lampje gepakt? Dat ik hier een beetje voor de decoratie. Dat maakt toch niet uit, hè? Moet er niet meer zijn, ik kon hem niet kapot. Oeh, sorry. Het is niks. Ja, van nee, elke breek hak je niet meer. Het is goed. Dat van je van de vloeimarkt. Ja, je rustig heen, Janine. Ja. Niet vaak, nee. En trouwens, ik heb gehoord, Janine, je bent een grote fan van tennis, hè? Jacqueline, is een grote fan van tennis? Tennissen. Ik kijk haar naar tennissers. Tennissen. Ja. En wie is uw favoriet? Hallo. Wie? Nadal. Ik heb gehoord dat het wie anders is. Tsitsipas. Of een ander? Tsitsipas? Dat is ook even van Spanje. Tsitsipas is toch je favoriet, hè? Ah ja, Tsitsipas, hè? Tsitsipas? Is Tsitsipas? Ik weet niet veel van tennis. Tsitsipas, hè? Ah wel, Jacqueline, Tsitsipas van de tennis en heel dezelfde noot. Hier, weet je dat? Je zou je er goed over heen komen, hè? Oké, wie had er nog een noot? Ah, hier, hè, Joseph. Dat is Joseph, hè? Zet hier. Ah wel, Joseph, gisteren met die noot. Maar ik moet zeggen, Joseph, gisteren met alles, hè? Moet je dat? Je zou beter dat gaan in de regen. Je kunt al 3 vrouwtjes meepakken, voor 100 toch? Hey, gezellig in de regen. Maar kom, maar verder naar de volgende. Dus we zaten naar Fernanda, die er niet is. 87. Hoger of lager dan Fernanda, de volgende? Hoger. Hoger dan 87. Manneke King? Ah, dit is Ronnie. Hey, ik had gezegd dat hij erin komt. En het juiste. Van in het juiste. Ronnie, het schijnt dat je haar in de zon zit, maar je bloot bovenlijf. Rita ook, hè. Rita zit ook haar in de zon. Ik weet alles van hun, hè. Ik weet dat Ronnie en Rita samen vele zonnen bouwen. En hij was een boer, zeker, Ronnie, vroeger. Hij was een boer. Moet ik een mop over een boer? Het is geen film, hè. Hou een klein beetje. Hier, een klucht over een boer. Het is een boer, hij zit dus op het veld te werken met zijn knecht. En in één keer, je stond daar zo met ze klompen in de modder, in de mozen. Moet je eerst een zeegaard aanwezen? Ja, als je dat zo bekijkt, kan je het ook al zo zeggen. Ah ja, oké. Ah, wel, dus die boer, ze schoen zijn vuil, ze kloppen zijn vuil. Hij zegt tegen zijn knecht, hij zegt zo, had ik in mijn botten gaan halen op het erf. Had ik in mijn botten gaan halen. Dus die knecht loopt dan zo over de weide. Hij loopt naar de boerderij. En juist voordat Ben komt in de boerderij voor die botten te pakken, ziet dan zo de 2 dochters van de boer staan. En dat zijn 2 vrij chique, schone meisjes van een jaar of 20, vrij schone meisjes. En die knecht zegt tegen die dochters van de boer, zegt dan zo, je vader, de boer, had al juist gezegd dat ik mij onder alle 2 naar bedden mogen. En die meisjes en zo, zijn een beetje gechoqueerd. En ze zeggen dan zo, opanent, dat is gewoon, jullie hebben dat niet gezegd. We geloven je niet. Oh, je gelooft me niet, zegt de knecht. En de knecht draait hem om. Hij roept dan zo naar de boer, heel ver op het veld, roept dan zo. Moest ik er nu 1 of 2 pakken? Oh. En zegt die boer, ja, van eens pak ze alle 2, hè. Versta je? Ja, je pijst dat over die botten ging, hè. Voilà. De volgende korte, lieve mensen. Jonger of ouder dan Ronnie? Wat ben je? Ouder, Monica King, van eens is Jean-Pierre. Jean-Pierre zit hier niet zeker, hè? Nee, het is pittig, hè? Jean-Pierre. Jean-Pierre was vroeger, wat was het dan vroeger? Een schooldirecteur, zeker? Nee, een flik. Een politiecommissaris, hè? Maar je is hier niet, je zit misschien in het gevangen, hè? Hij kan Stief Hoosh helderen, heb ik gezien de foto's. Moet ik kijken. Wie is dat, dat meisje hier? Is hier ook dat meisje? Ik weet haar naam niet. Ibe, is hier? Ze was hier. Ah ja, ze is weg. Ze zegt dat die naar ons loren had niet. Oké. Ja. Verstaan die dat ook, hè? Kijk, hij is gewoon schilderij van Ibe van Jean-Pierre. Moet ik kijken. Hier is nog begonnen en het ziet er al goed uit, hè? Kijk, de carrière zegt. Ik zou dat niet kunnen, hè? Dat is gewoon schilderijtje maken. Kijk, het is af. Schoon, hè? Het is schoon, het is echt schoon. En ik weet, niet veel mensen weten dat niet, maar je hebt dat overkocht, hè? Jean-Pierre, dat schilderij, je hebt dat verkocht. Je is daarmee naar Engeland geweest, naar een veilinghuis, naar Sotheby's. Ja, ze hebben dat overkocht.
Het is ook maar net. Maar ja, zak zo'n schilderij, ik zou niet dat ook wel verkopen. Er zijn daar te veel geld voor geboden. Het schijnt dat dat schilderij verkocht is voor 2 miljoen euro. Echt waar. Dat is verkocht voor 2 miljoen euro. Men weet niet aan wie. Dat is privé. Ik weet niet van wie dat is. Maar ik heb hier het wel een foto gevonden. En zonder te zeggen wie dat gekocht had, wees ik het wel, dat ik het wel weet. Van Tangdal in hun salon. Handel is over. Tjeet dat ze dat gekocht hebben voor 2 miljoen. Schoon koppel, hè. Allee, mannen, ga deur doen, hè. Dus Jean-Pierre, 84. Jonger of ouder? Jonger. Jonger? Ah, nee, het is een beetje ouder. Het is Roland, 87. Was het Roland? Is het hier niet? Is het aan het slaan? Het is pittig, hè. Roland was vroeger een schooldirecteur. En wat ik hoorde van Roland, wat dan stiefgaren doet, dat is... Skrabbel. Het schijnt dat naar mijn haar dat niet aan iedere dag skrabbelt. Het is pittig dat er niet bij is. Van, ik ging anders een spelletje skrabbel doen. Dus ik ging al die blokjes een keer deur akkoord doen. En ik ga je dan een paar cijfertjes geven. Hey, de J. De O. De W. De O. De E. De D. En de R. Ik ging vragen aan Roland voor daar een woordje van te maken. Wat ben je? Wie kan er daar een woordje van maken? Van die letters, van die zeven letters. Een J, een O, een W, een O, een E, een D, een R. Wie kan er daar een woordje van maken? Een woordje. Is dat niet moeilijk, hè? Woordje. Wat? Woorden? Nee, een woordje. Nee, een woordje. Ah, wat? Een woordje, dat kan je ervan maken. Maar die letters, J-O-W-O-E-D-R, als je dat door akkoord doet, dat is woordje. Ik had gezegd. Je moest niet zo. Ja, Roland ging dat wel weten, hè. Maar ja, je is hier niet, hè. Man deuren doen. Roland, 87. Jonger of ouder? Ouder. Wat? Jonger? Jonger, moet ik kijken? Teresina. Teresina, kan ze dat zien zijn? Ça va? Hé. Hey. Ik heb gehoord dat je vroeger een hondje had. Ja. Ik kan ook een hondje. Moet ik mijn hondje zien? Kijk, god, ik het toe. Dat is mijn hondje. Het wordt niet om alle twee keer naar de coiffeur gaan. Ik weet het ook, maar... En weet je waarom dat ik die foto mee heb? Omdat mijn hondje noemt Billy. En ik heb gehoord dat je hondje ook Billy noemde. Dat is een goede naam voor een hondje. Ja, dat is een kijk, Regina, ik stel je voor, dat is Billy. Juist toen we naar de coiffeur gingen. Kijk, dat is voordat we naar de coiffeur gingen. En dat is... Achter dat we naar de coiffeur geweest zijn. Hé? Voor? Na. Dat is goed, hè? Ja, dat is goed. En in de tijd van de lockdown kost niet naar de coiffeur gaan, hè? Dat was al gesloten, hè? Dus ik heb toch 7 minuten moeten scharen. Maar ik heb de foto zien en niet goed gelukt, hè? Moet ik kijken? Dat is triste, hè? Dat. Oh, ik kan hem geen zeggen doen, hè? Maar ja, kan ik dat niet? Misschien heb ik geen ondercoiffeur, hè? Hij blokt op zijn rug. Oh, je zit er benauwd van hem, hè? Yeah. Moet je dat zien, s'nachts, die hond? Je zit er benauwd van hem. Maar trouwens, Regina, van jou heb ik ook soms benauwd, hè? Kijk eens zien liggen met zijn rood masker. Wat is dat, hè? Hé, Marita, maas toch, het is like Hannibal Lecter, hè? Dat is een beetje... Dat is een beauty masker, zeker? Dat ziet er benauwelijk uit, hè? Maar je zit lekker wel vrij op je gemak in die zetels. Zijn dat zetels die je zo schudden ook, die vibreren? Een beetje, ja. Zeg het wel. Nee? Dat ziet er heftig uit, hè. Goed. Ik zou er ook haar neer zetten. Ja, stap hem al voordat het ontploft. Oké. Het is hier heftig, hè. Maar ik heb het duren gehad. Regina was 76. Ouder of jonger? Ouder. Het is Flora. Hetzelfde, maar Regina van Jorden houden zeker, hè? Ja. Ja, dus... Het is nog een hand, hè? Flora, zit Flora hier? Ah, daar, dan ook. Dag Flora. Je moet niet zoeken. Hé, ze is mee aan het zoeken naar haar heen. Daar, hè? Dag Flora. Zie je, dat is hier, hè? Heb je gezien?
Flora, schone naam, hè? Flora, bloemetje. En dat klopt, hè? Kijk, een bloemetje in haar. Dat is schoon, hè, dan, hè? Een bloemetje in haar. Maar je moet niet overdrijven, hè, Flora. Eentje is goed, maar niet als zo, hè? Dat zijn veel te veel bloemetjes, hè? Het is niet omdat je Flora noemt, dat hij in hoofd veel moest maar bloemen, hè? Of zou je het wat, hè? Dat is een beetje overdreven, hè, dat, Flora? Flora Lux. Flora Lux, ja, dat is Flora Lux. Dat is goed, zei dan. Een applaus. Wie dat je dat vindt? Flora Lux, ja, maar hier komt het, hè? Ja, ja. Maar ik vind de vrees gewoon de naam Flora. Dus Flora, dat wil zeggen bloemetjes, hè? Ja, fauna en Flora. En fauna, dat zijn bijsjes. En Flora, dat zijn bloemetjes. Dus in feite, in plaats van Flora op je hoofd te zijn, zou je ook bijsjes op je hoofd te zijn. Een beetje fauna op je hoofd, lekker een katje. Zou dat niet schoon zijn? Je moet dat ook kijken, hè, Flora? Naar de foto. Je durft niet kijken, hè? Kijk, je hebt een katje op je hoofd. Schoon, hè? Alleen maar katjes, hè? Wat je soms ook kunt doen, dat is het wat nieuws, dat is in de mode. Als het kasta is, kun je kieten op je hoofd zetten. Dat is een nieuwe mode. Je kunt geen al de bijsten op je hoofd zetten die je wilt, maar geen slang. Je moet geen slang op je hoofd, dat is veel te gevaarlijk, dat is goed, dat is gladder. Dus je moet zeker geen slang. Oei, die slangen. Die slangen is aan het bewegen. Is die slangen aan het bewegen? Ja. Oei, oei, oei. Die slangen had dat kieten gezien. Dat kieten zit er nog een toe van achter. Oei, 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 dat kieken. Oh nee, die slangen gaan naar dat kieken. Die slangen gaan... Doe dat kieken weg! Dat kieken is weg! Alsjeblieft, ik durf niet meer kieken. Ja, ik zeg, dat kieken is eraan. Ik heb nog een zijde in Flora. Je moet toch geen slang op je hoofd zijn? Allee, ho, dat kieken, mijn deur doen. Flora toch. Ik weet wanneer dat je geboren bent, Flora. En weet je wat dat ook gebeurd is op de dag dat je geboren bent? Dat is echt waar. Op de dag van jouw geboorte hebben ze ook voor de eerste keer een bikini getoogd. Oh. Het eerste model met een bikini, dat was uit jouw jaar. Stond jij ook schoon met de bikini? Waarschijnlijk wel, hè? Ik had het gedaan, kijk. En zo, is het dat zo. Maar ik mocht dat ik kunnen doen, hè? Wat dan? Wat dan? Ik zeg van nee, is nog een kleine. Wat ben je? Is dat niet? Ik zie niet hel zot. Ik ga hier niet in de loop zetten, nee, maar dat denk ik. Ja, ja, nee, dat doe ik niet. Ik heb respect voor de meesten. Dan wil ik de schone bikini boven je kleren doen. Dat is dat hier allemaal, hè? Maar kom, ik weet niet lachen met je. Weet je wat, omdat ik zo een beetje gelachen heb met je, Rosa. Ik weet dat je haar een bloem ziet, speciaal voor jou. Een bloemenvuurwerk. Flora, we gaan verder, hè? Ik heb maar nog veel foto's, 76, hogere vragen dan Flora? Hoger? Hoger? Ah, nee, te zek, het is 52, te zek. Hij ziet met dezelfde bikini, Flora, hè? Ik bedoel, maar ook, kijk, we lachen met beneden, hè? Ik ga rap die foto wegdoen. Wat ben je? Hoger of lager dan 52? Hoger, hoger? Ah, nee, het is Manu 24. Zit Manu hier? Nou, Manu, ça va? Ja. Wat ben je? Moet ik een beetje lachen met je of moet ik je rust lopen? Een beetje. Een beetje? Dan kan je niet zijn. Hè. Ik weet, ik heb één iets gehoord dat je niet haar kijkt naar FC de Kampioen. Dat is goed. Ja? Zie je dat niet haar? Ik wou. Ja, de meeste mensen zien dat haar. Hè. Allee. En zeker Klaas ziet dat haar. Hè. Zit Klaas hier? Is Klaas hier in de zaal? Is het hier niet? Ik heb gehoord dat Klaas een vrij grote fan is van FC de Kampioen, dus hopelijk kom je er een beetje overheen, niet toch, maar Klaas, Manu? En wat ik ook hoorde is dat Klaas ook een fan is, niet alleen van FC de Kampioen, maar ook van Griezelfilms. Dus speciaal omdat Klaas, die hier spijtig genoeg nu niet is, maar speciaal voor Klaas, en ik heb in een Griezelfilm gestoken. Klaas tussen de zombies. Het zit er veel in, zeg. Oké, het gaat niet echt een Oscar winnen, mijn film, maar hou kom. Klaas heeft toch een keer tussen de zombies gezeten, hè. Allee, maar deur doen, hè.
Dat is hier een spannende foto. Jinder moet een keer roden. Wie dat is? Wie is dat weer? Dat is Marcella, je dan? Is Marcella hier? Marcella zit. Zit toch? Marcella, en Jinder moet een keer roden. Net first, wie hier? Zit Marcella? Boma. Wie? Boma. Boma? Boma. Monika King? Is Boma? Ja, het is Boma. Proficiat. Oké, nog een quizvraag. Na first wie staat Fernanda? Boma. Wat? Boma. Ook Boma. Ah ja. Ben je dat, Monika King? Ah ja, het is ook Boma. Ah, Janine, je weet alles. Oké, nog eentje. Marcel, na first wie zit Marcel? Boma. 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 Ja. Ben je Janine Boma? Ah ja. Boma. Ja, Monika King? Het is weer Boma. Het is een makkelijke quiz, hè? Allee, nog eentje. Na first wie zit Janine? Boma! Wat? Boma! Boma! Ik ken de pieperen. Ja, nee, nee, het was DDT, weet je wel. Ja. Je moet niet pezen uit al, weet je wel. Oké, lieve mensen, Tess, kijk. Hoe laat is het nu? Ga ik kijken? 3,5. Kijk, hè? 3,5. Was dat heftig, Tess, toch, Vertje? Ja. Het was heftig, he. Het is een beetje kijk naar foto's, een beetje lachen met akkoord, een beetje lachen met Jinder, een beetje lachen met Dick. Van, dat is belangrijk, hè? We moeten lachen met akkoord. Zonder dat we akkoord quote willen doen, moet ik kijken lachen. Maar voordat pauze is, ik kan iets niet vergeten. Waar zit Jeanette? Waar zit Jeanette? Jeanette, ik heb iets gehoord vandaag. Hopelijk klopt het. Ik ga een liedje zingen voor je. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear teacher. Happy birthday to you. Lieve mensen, lieve vrienden, het is nu even pauze. En dus 20 minuutjes. En na 20 minuutjes kom ik terug voor nog een half uurtje. Een beetje foto's doen, een beetje lachen. En in de pauze, speciaal voor Jeanette, omdat ze graag Stevie Wonder hoort. Speciaal gaan we beginnen met de pauze met een liedje van Stevie Wonder. Tot straks! Goed, was het een beetje heerste? Ja! Was het heel heerste? Ja! Wil je nog weer komen of moet ik bluffen? Nee, ik wil alweer komen. Goed, we zijn klaar voor het tweede deel. We zijn allemaal goed enthousiast. We zijn nog steeds content van hoe enthousiast zijn. Is het heerste, Shannon? Oh, nee, dat is heel natuurlijk. Zijn je er verliefd, hè? Oh, dat is goed, brother. Ik heb een kat doen, oh la la, wat heb je dat geleerd? En Monique, weet je een beetje gisteren? Ik weet het vrij gisteren. Ah, jij komt daar, jouw content zijn om dat woord. Goed, we gaan nu aan beginnen aan het tweede deel. Daarna kun je nog wat drinken in de bar. En ja, ik zou zeggen, iets van de show. Tweede deel van Hunter Lamolt. Voilà,
het tweede deel, we gaan eraan beginnen, hé. Weer een spelletje, hoger of lager. En de eerste bewoner, dat is... Odette, oei. Zij is hier niet. Haar bankje is leeg, ze is nog even weg. We moeten even wachten op Odette. Wat zou ze aan toe zien? Wat zou ze aan toe? Ah, ze is haar tanden aan het poetsen. We moeten even wachten. Ze is nog haar tanden aan het kussen. Dus ja, we moeten een beetje moeten wachten, nee, kan er ook niet aan doen. Voordat dat bankje weer gevuld is. Zet in de bosjes. Wat? Zet in de bosjes. Zet in de bosjes? Dat weet je niet, hè. Ah ja, weet je wat, ben je staan te wachten uiteindelijk? Arne, merci voor mijn aan te kondigen. Waar is het nou meer? Waar is het? Arne, merci, hè. Je ziet je aan de tv staren, zeker? Ja? Wat kan goed dat je meegedaan hebt, hè? Ja, op tv en Switch, wie had het allemaal gezien? Iedereen had dat gezien, hè? Je hebt dat goed gedaan, hè? En hoeveel heb je gewonnen, Arne? 2000 euro, of het was zeker? 2000 euro, dat is de moeite, zeg. Het is van eens de moeite. Ah ja, maar ik heb het ook gezien, hè. Ik heb gekeken. Ik heb heel de weken gekeken naar Arne meedeed. En toen hoor ik, moet ik een fragmentje zien van Arne? Ja. Hé, kijk, had ik het ook. Waarin dat vertaald over Jender? Maar goed, luister, hè. Heb je eigenlijk veel aantrek bij de 90-plussers? Er is eentje die veel aan mijn hand zet. Maar voor de rest... Dat is niet nodig. En hoe heet ze? Janine. En wat heeft de volgende rol staan? Oh, ja. Schattig. Maar ze moeten wel stoppen bij de gaten zien. Ja, inderdaad. Oké, okay. Heel veel succes, Arne. Dank u wel. Voilà, dat was geen zeker, Janine. Die haar een keer aan zijn hand zet. Hé? Hey? Ja, is het wel? Wat doe ik dan, Arne? Zet je heel kat hand van Janine? Hé? Hey? Nee? Dat is ook uit de weg, dat ik, als je wilt, achter de show, Janine, mijn heel karamee had, hè. Ik heb het wel oei, oei, ik kan beter eens weten. Het is goed dat ik een versje onderbroek aan doen heb vandaag. Moet jij van normaal doe ik dat niet, hè. Van, maar, dat is dat vind ik kostelijk, hè. Iedere dag een versje onderbroek moet dat wassen, dat kost heel veel water. Het is dieren geworden, niet leven. Het is dieren, hè. Het is zo dier, hè. Wie er tussen? Dus ik heb een vrouw en twee kinderen, een zoon en een dochter. En onze rekening zijn die zo dieren, wie er chassen nu maar één keer per week met deuren. Het wc, wie er chassen is wc maar één keer per week met deuren. Iedere zondag. De zondag moet er toch naar zo'n rondgaan staan, met een glasje champagne, hè. Want het is toch een speciale dag, hè. We kunnen er al de vulligheid, al de vulle pipi wegchassen, en we chassen dat aan deuren. En we zitten toch. Hé, hey, we zien geen kissa. We doen dat alleen maar pipi. Maar kaka doen we dat niet, hè. Maar kaka doen we dat niet, hè. Nee, maar kak nu in de zeulen. Dat is gewoon. Dat is gewoon. Oké, okay, moet ik kijken of dat Odette weer is? Is het nog altijd niet weer? Wat zit ze zien? Nog altijd weer tanden afgekust. Hoeveel tanden heeft ze zien? We moeten er echt wachten achter Odette totdat er tanden afgekust zijn. Allee, had ze voosje, ja, kijk. Weet je wat, de stoel is leeg, maar er toch weer bij zijn. Kijk, maar Raymond, man een ventje pakken, hè. Ik heb gehoord dat Raymond nu wel in de kliniek ligt. En ik heb ook gehoord dat Odette nu op bezoek is. Bij Raymond, van kan ze zien vertrekken met de zoon en de dochter, of wat is het, met de notte ook. Dus we kunnen er een keer mee lachen, maar hopelijk is alles goed met Raymond. Raymond is 94 en vroeger, weet je wat dat niet aan deed? Polstok springen. Wist je dat? Echt wel, het is wel, ik heb dat gehoord, ik heb dat gevraagd, informatie over jullie. En blijkbaar, Raymond, vroeger deed polstok springen. Ik zou dat niet kunnen, hè. Maar kijk, manneke deur doen maar hoger of lager. De volgende bewoner, hoger of lager dan 94? Lager. Lager. Ze is hier weer, Odette. Voilà, Odette is 91, hè. Zijn vrouwtje, hè, cheap tegen haar getrouwd zeker, dat is gewoon niet dan, hè. Dat is gewoon niet dan, hè. In feite moet je eens optellen, hè. Dus dat is 91 en 4. In feite is ze 185 jaar dopen. Allee, de volgende bewoner. Ouder of jonger dan 158. Wat ben je, hoger? Ja, het wil niet hebben mummies, hè, Thierry. Lager. Maar dan ga ik kijken. Van nee, is het Arlet? Oh, Arlet. Waar zit Arlet?
Is je zuster weg? Ja, het is proper. Allee, Arlet. Ja, wat moet ik erover zeggen? Een grote fan van Wieltura. Chint als ze zich een grote fan is van Wieltura. En Chint dat Wieltura had een broer, hè? Ja? Nee, maar je de broer, weet je hoe dat noemt, de broer van Wieltura? Weet je hoe dat noemt? Reserve Wieltura. Nee? Dat is flauw, hè, dat? Maar hou ja. Ik heb een flauw boeken, nee. Hou op een andere. Katerina, zit hier ook? Hé, hey, waar zit Katerina? Daar. Ze ziet niet, maar ja, ze spreekt geen Vlaams zeker? Nee. Oké, okay, maar kan er wel het kijk, kan wel het was hier. Katerina, dat is voor jou. Lees het maar. Wacht, Katerina. Привіт, Катерина. Я дуже радий, що ти тут, і я сподіваюся, що вам сподобається. Voilà. En, wat zeg je dan? Ze verstoort nog altijd niet, bij zich. Het is Oekraïens, ik heb het opgezocht. Weet je wat ik gezegd heb? Hallo Katerina, ik ben zo blij dat je hier bent en ik hoop dat je het leuk vindt. Voilà. Alsjeblieft. Ik kan nog een vraag. Нам обом по 52 роки, але ми все ще дуже добре виглядаємо для свого віку. Voilà. Was ook gezegd, hè? Ja, kon niet alle in de neus aan, hè? Nee, ik heb gewoon hier gezegd, we zien alle twee 52 jaar, maar we zien er toch nog stief goed uit voor onze leeftijd. Hé, en dat is waar, hè? We zien er goed uit, hè? Kijk, Katerina is 52. Wat is het volgende? Hoger of lager dan 52? Hoger. Ah, van eigen zat is Paul Camille, hè? 76, Paul zegt nog altijd van voren, wist Paul. Alles goed? Alles goed, hè? Is het hier? Voilà, het zou wel zijn. Moet ik kijken naar Paul. Paul, ik heb gehoord dat je haar maar iedereen op de foto staat. Hé? Je staat haar maar iedereen op de foto. Ik heb een paar foto's voor je gemaakt, waar je op staat met mensen. Kijk, speciaal voor Paul, een keer een foto. Paul en de rode duivels. Dat is één dat je nog niet hebt in collectie bezig. Alsjeblieft, dat is goed, dat is speciaal voor jou, Paul. Oei, allee, hou Freddy, komt er. Hou Freddy, hou weg. Het is nog niet aan hier. Het is even af. Het is Paul's foto. Hou weg. Freddy, hou weg. Het is even aan hier. Hou weg. Heb je dat gezien, Paul? Een beetje jouw foto, een beetje. Maar ja, dat is typisch. Wat is het, Freddy? Kan je hem nog gezien met Freddy? Je zit hier overal, hè, Freddy? Nee, het is geen Freddy Mercury, dat zie ik. Maar Freddy, je ziet er haar overal bij, hè? Ja, ja. Ja, wat kan je zien ook? Bij Switch, een tv-programma. Hé, wie zit er daar? Wie zit er daar in het publiek? Hier, daar, zie je hem? Rechts. Hé, Freddy zit er overal bij, hè? Kan je zien, hè, Freddy? Kan je zien, hè? Ik weet alles, hè, van jullie. Is het ervoor betaald? Is het voor? Maar paneer. Je wordt er niet van. Janine kalm is, zeg. Zie je misschien jaloers dat je er niet mocht zijn? Ja, misschien wel. Mocht je niet mee? Ja, ik verstond wel dat je niet mee pakte. Oké, okay, maar we waren bezig over Paul. Paul, ik heb nog een paar foto's van je. Uit je collectie. Ik heb een foto van Paul dat je nogal niet nodig had. Want het is een foto van lange geleden. Het is nog maar Prins Laurent. Weet je nog? Die foto dat je nog niet deed hier. Kijk, maar je had nogal niet nodig. Dat was... Ik heb vele foto's hè, van Paul. Dit is schoon, hè. En hier ook nog één van je grote vriendinnen. Hier heb Paul en Wendy van Laan. Dat was een heftige namiddag, hè. Je moet dat wel, zeg. Ik kreeg het als een harte. Allee, hoger of lager dan Paul, 76. Hoger. Wie zegt er hoger? Hoger. Wie zegt er lager? Ja, Paul, moet ik een keer? Het is God de Lieve, het is een beetje ouder. 88. Kan ze zien zitten? Ah, ik zie naar God de Lieve, alles in orde? Voilà. God de Lieve. Kan je zien dat je hier van alles mee maakt hier? Ja, Groenhof, je had een keer een lama gezien. He? Of een alpaca. He? Dat is zot, hè? Je moet er wel mee opletten. Wat vindt dat is ooit kijk, dat is punt in alles zit, hè? Stop het! Stop het! En
hij laat dat allemaal doen, God de lieve. Moest ik van jou zeggen, ik zou toch wat aan doen. Ik weet niet wat, maar... Oei, oei, wat ga je doen, wat ga je doen? Ja, maar... van nee, is dat? Wat peest hij? Wat peest hij lama wat daar? Zou ik ook weer eens spuren, hè? Hoe gaat het, God de lieve? Kijk, je is ook dat ik wat voor geweest, die lama. Schoon hoor, hè? Oké, okay. Is dat de beste klucht te doen? Oké, dus Houd de Liefke is 88. Hoger of lager dan Houd de Lieve? Lager. Lager? Ja, het is Tony. Tony is Chester. Dag Tony, ça va? Ik zie je aan het zitten. Hij was een vinkenzetter, hè, vroeger? Ik zie maar een koffiezetter. Dat gaat rapper. Oké, Tony. Hoger of lager dan Tony de volgende? Hoger. Zou wel zien, ik ben dat Tony een van de jongste is. Monika King, is het hoger of lager? En het is Therese. Ook 88. Is dat gebeurd, André? Is Therese hier? Zit ze hier niet? Weet je niet? Alles is toch in orde, Madur, hè? Ah, nou, hier gebeurt Therese. Kijk, dat is Therese. Is gewoon een foto. Ik denk maar dat haar dochter hier. Is dat haar dochter? Wat je dat haar dochter is een coiffeur, hé. En dat is waarschijnlijk dochter, klein kindje. Dat is wel gemakkelijk, hé. Als je dochter coiffeur is, dan kun je gewoon altijd gewoon bij je gaan, bij je dochter. Voor je naam te doen, alhoewel. Oei, ik ben wel, het is aan het branden, hè, zeg. Ik naar Therese te lang in die noordroog zit. Kunt er niemand... Had er niemand water? Had er twee water? Therese is in brand aan het vliegen. Had er niemand water? Marijke, het schijnt dat hij 100 liter water per dag drinkt. Kun je niet een keer... Kun Marijke niet een keer een goed geplatst pisje doen? Nee? Is ook wat? Allee, maar ja, het is misschien... Maar ja, ik zit dat toch mee met Therese. Wij zijn dat er ook. Het is toch dat dat niet vraagt, hè? Godverdomme, het is al... Kunt er Edwin, Therese, El... Waar zijn de papiers? Als je... Kunt er Edwin, Therese, El... Marijke, Marijke is weg. Wie kan er Therese aan? Een beetje water. Een beetje water. Ja. Ja, Monique. Ja, spijt me. Taalt het niet echt, hè? Ja, taalt niet. Nog een tweede. Ja, een tweede. Ja, Marcella, je rolstoel is er. Ja, spijt me. Spijt me. Zet dat niet. Kom aan. Het gaat nog altijd niet. Alissa, kan er niet iemand? Wat moeten we nu doen? Gode lieve, kan je niet aan? Is dat Gode lieve? Ja, het is Gode lieve. Gode lieve daar. Oei, jawel, geen bussen. Zet geen water in, Gode lieve. Ja, geen slangen. Wat ga je nu doen? Had die slangen gewoon al. Je kan geen water gebruiken. Had... Ah ja, dat is ook een ja. En zo gaat het weg. Ja, ja, het is ook weg. Ja, oké. Okay. Oef, merci. Applaus voor Gode lieve. Hey. Oh, ik zou het er al mee hebben, zeg. Oh, kom, kijk. Therese is geblust. Alles is in orde. Maar dan kijkt wie een ander pad. Nee, nee. Herman, ik kan iets zeggen. Dag Herman, ça va? Herman, 79. Herman, je ziet de man van het goede leven, nee? Nee? Ja, gelijk. Doe je dat ook? Zie je ook eentje aan het drinken? Pak dat maar. Moet ik een klik in de lucht. Voilà. En dan, Herman, santé, hè? En santé aan iedereen hier trouwens. Santé. Dat we zullen nog langer mee gebeuren, hè? Ja, ja. Herman, drink haar een beetje. Je hebt ook haar een hamburgertje. Ja, je hebt haar een hamburgertje. In feite zie je altijd aan het eten, hè. Al die foto's dat ik gezien heb van Groenhof en van Herman. Herman is altijd aan het eten. Like hier. Wat is het aan het doen? Wat is het aan het doen? Ze zijn al aan het eten. Maar Herman is toch... Moet ik kijken. Ze zijn altijd aan het eten, hè. Ja, gelijk. Wat goed, hè, dan. Zie je altijd aan het eten, hè. Zelfs in de donkerte. Hé, wat zijn? Hier. Hop. Een bakje frieten aan het eten. Hé? He? Je weet dat zo, altijd maar. Ja, geluk. Zou ik dat ook doen? Heel die idee? Nee, nee. Kijk hier, peesje. Het is hier niemand aan het eten. Ah, kijk. Is hier een hamburger aan het eten? Achter een zin in je hoofd. Hé, moet ik kijken. Hem maar fretten. En hier, peesje, is niet aan het eten? Banijn? Ja, nee. Wat is dat toch? Ah, je is weer aan het eten. Hé? Je is weer... Oei, je hebt het wat in decolleté gevonden, zo te zien. Al het er maar uit, hè? Al die krummels, nou, ja. Dat jukst, hè. Maar ho, kom. Herman is 79. Wie is de volgende bewoner? Hoger of lager? Hoger. Hoger dan 79? Wie zegt er hoger? Hoger.
Wie zat er lager? Lager? Moet ik kijken? Ah, het is lager, het is Daniel. Dag Daniel, hoe zit Daniel? Kan dat maar zien zijn? Ça va? Alles in orde? Goed, hè? Kan het wat goed van jou? Het hint dat je kijkt op een begrafenissen, terwijl dat de kisten naar beneden ging, dat je broek afgezakt is. Ik kan dat gehoord. Is het gewoon misschien? Weet je dat niet meer? Ah, ja. Ze zeggen dat van jong, is dat ik aan een begrafenis en zijn broek was opgevallen. Maar ja, dat is al niet erg. Dat kunt. En trouwens, ik zou het niet kunnen zonder Daniel. Van Daniel, je weet... Ah ja, het was een andere Daniel. Ah ja. En wat mag ik horen dat... Wie? Het is er een klein kindje ook. Ja, het is mijn tent. Merci. Janine zegt mijn tent, hé ja. Het is goed, ik heb er al twee, maar... Ik heb er twee, maar ze zijn al 19 en 21. Dat is ook erin, ja. Ze zijn zelf bijna kinderen. Maar hou, het gaat hier niet over rijkheid, het gaat over Daniel. En in feite, Daniel, bedankt trouwens voor dat juist, hé. Voordat de show begon, en Daniel mijn voeten gemasseerd. Merci, weet je het niet meer? Ik had de film, hè? Hier. Ja, kijk, is hij mijn voeten aan het masseren op beeld? Dat was heistig, wat dat is, echt. Met een beetje zuipen, hè? Kunnen we weer heel duren. Maar hou, Daniel. Het is André. Maar, weet je wat, maar stop met die hoger laag, hè? Maar we kijken naar foto's. En André, ik zie zitten, dag André. Zeg maar. Ja, André, wat kan ik van jou zeggen? Ik heb gehoord dat je een tweelingbroer hebt. Een tweelingbroer. Je bent een tweeling. En dan noem je broer? Francis. Francis en André zijn tweelingbroers. En trek op je? En hoi. Ja. Allee. Gewoon, hè. En je was geen voetbaltrainer vroeger. En dat weet ik niet. Dat weet ik niet van voetbal. Ah, ja. Ja, ja. Dat is wel, ja. En je ziet een voetbalfan. Je ziet haar voetbal. Ja. Ja. Ik ook. Je kent de klacht horen over een voetbalist? Jo, ja. Toen was ik een voetbalist, een voetbaltrainer. En de match was gedaan en je had veel te veel pintjes gedronken achteraf. Dus je was een beetje zat. Hè? Je was zat. Hij ging naar zijn bedden. Zijn vrouw wilde gaan te slapen. En die zat, de voetbaltrainer, legde zijn bedden. Met zijn vrouw. En in één keer, je draaide hem om en hij laat als een vrij grote scheten. En zijn vrouw wordt wakker en ze zegt, wat is dat hier allemaal? En ze zegt, ja, het is 1-0. Ja. En zijn vrouw zegt, ja, als je zo begint, die vrouw draait er ook. En ze perst en ze begint ook een scheten te laten. En zegt ze, ja, het is 1-1. Ja, zegt hij, nu is dat ik. En die trainer begint weer te persten en zo, voor nog een derde scheten te laten. En het lukt, maar het komt ook een stroom bij. Ja, hij kakt in zijn bedden. En zijn vrouw zegt, wat is dat nu? En hij zegt, ja, ja, het is halftime, nu moeten we wisselen van plekken. Dat was een prachtig naam. Oké, André, het is André, het is niet Francis, zijn tweelingbroer. Ja. Zijn u vergeten wat er nu gebeurt, mijn jongen? Ging ik nou wat doen, ga ik kijken, wat is de volgende foto? Jean-Louis, dat was het. Jean-Louis zit hier ook, hè. Waar is Jean-Louis? Kan dat maar eens hier rondlopen? Hij loopt hier het rond, dat is Jean-Louis, dat loopt overal rond. Ik vind dat Jean-Louis haar naar nummerplaten kijkt van auto's. Hè? Ik heb er nog een paar voor zijn collectie, een paar echte nummerplaten, kijk. Zo, dat bestaat. Het is een tweede die nummerplaat de banaan had. Hè? Dat is een tof voor Jean-Louis. Of dat hier. Dat bestaat ook, hè. Of dat, hè. Het is een Hollander, proost zeggen. Wie er zo zeggen, santé. Maar het is een Hollander, die zegt proost. Voilà. Oké, Harry. Hoe zit Harry? Harry, Harrytje. Het ziet nu goed. Het is ook dat alles goed gaat, madame. Ik vind wel dat Harry trekt op het wiel. Op wie trekt Harry? Op Raymond van het Groenewoud, hè? En je vindt dat niet? Kijk, het verschil. Kijk, het is aan, hè? Kom ik, hè? Wat zijn hier vele dubbelhangers, hè? Lekker Caroline, hoe zit ze? Hier, hè? Dag Caroline. Ik vind, weet je op wie dat je trekt? Vind ik. Ik vind dat je trekt op Nancy van thuis. Vind dat niet?
Kijk, dat is Carolien en dat is Nancy. Ik vind dat je daar een beetje op trekt, vind je dat niet? Ik vind dat, hè. Kijk, niet als zo, hè. Hé, hey, van dat is een actrice, Nancy van thuis, en ze trekt graag rode mul. Dat doe je niet, ze kan vrij rode mul trekken in Nancy thuis, maar kijk, hé. En dat hier, hé, je zit er op een oog van, hè. En hier, moet ik kijken. En dat, hè. Maar ja, kan je dat ook, hè, Caroline? Kijk, hier, zo je dan hier. Je zou ook al een actrice zijn, hè. En Freddy. Freddy trekt ook op het wien, hè. Hoe zit Freddy? Zit daar, hè, dat Freddy. Op wie leek jij, Freddy? Moet ik kijken naar je oor? Dat zijn daar. Voilà. Hé? Dat zou kijk, dat zou toch kijk, dat zou lekker past, nee? Kapitein Zonnebloem. Professor Zonnebloem. Kapitein Haddock, Kuifje, Freddy. Jansen naar Jansen, Bobby. Hè? En alhoewel, hij toch zo kijk naar... Janssen naar Janssen, dat is een tweeling, hè? Ja. En wie is er hier nog een tweeling? André. André is een tweeling. In feite, kijk, dat is zo schone zin, hè? In feite. André en Francis, de tweelingbroer. Maar mist nog het wel, hè? Wacht, hier. Maar nog. Tel ik het tot drieën, ga ik er een nootje op zijn. Ik kan nog het wat vergeten, zeker? Ja. En laat taal nog een keer tot drieën. 1, 2, 3. De moustache van eens. Hè? Dat is gewoon niet aan, hè? Ja, ja, ik vind toch dat je... Je trekt erop. Maar het is nog een andere, André ook. Nieuwe mensen. Zit André hier ook, de andere André? Dat doe ze weg. Echt ook? Ah nee, zet, nee, het is gewoon, Janine, die zit vanachter. Dag André. Zie je van Brugge daar? Zet je van achter? Is dat er? Ja. Ja, André, wat weet ik van jou? Ik weet dat je vroeger haar kijkt naar de paardenkoers. Dat klopt, hè? Dat je vroeger haar hokte, ik ken dat goed. Zie dat je dat haar deed? Is het gewoon? En zijn toch gelogen? Ik heb gevraagd aan de organisatie hier van Trustus, heb ik informatie van al de mensen? En het schijnt dat je haar naar de paardenkoers ging. Ja, wie had er toch geloofd eigenlijk? Dat klopt niet, hè? Maar ja, weet je wat, mogen worden dat je haar naar de paardenkoers kijkt, hè? En ik had best in feite zo, we moeten een paardenkoers organiseren hier voor af te sluiten. En misschien kunnen we daar hulp bij vragen aan Brenda. Van Brenda heeft vroeger nog paardenkoers georganiseerd. Brenda, is het gewoon? Organiseerd? Ja, of... Wat heb je met paardenkoers? Paardenhat. Je paardenhat. Dus je weet ongeveer hoe je dat moet doen. Dus, weet je wat, manneke een paardenkoers doen? Een Groenhof, kijk manneke, een soort van Groenhofkoers doen. Wat ben je? Groenhofkoers. Met 8 jockeys nodig. Ik ga er 8 te pakken met Groenhof. Laat u zeggen, de eerste die me heen is Danny. Zit dan hier? Is ook weg met zijn vrouw, het is pittig. Oké. Okay. Dus op nummer 1 is Danny. Op nummer 2 gaan we Erik zijn. Erik zit hoor. Erik, hallo, ziet ze? Zie je kiet nergens moet, maar je moet winnen, hè? Je moet winnen, hè? Oké. Okay. Wie dat er nog gaat meedoen is Mark. Mark gaat ook meedoen. Mark is hier ook. Dan Mark. Ziet ze? Hé, hey, als je een plasje gedaan zie ik. Hey, dus je ziet ze voor goed te racen. Dan, op de 4e positie, wie is hem zijn? Albert. Moet Albert er ook zijn? Albert zit hier ook het woord. Ik heb hem ook gezien. Hij is juist de weg. Tom. Arne gaat ook meedoen. Arne. Met zijn stokpaardje. Ja. Ik weet niet of hij gaat winnen, Arne, maar kijk, ik kan mijn best doen. Tom. Maar er nog 2 nodig? Nee, nog 3. Wie zullen we nog een keer pakken die kan meedoen? Rita. Rita mag ook meedoen. Nee? Rita, kun je dat wel heel paard zijn? Voilà. En dan nog. Ah, we zien. Rosine had een schoon paard, hè? Rosine is nummer 7. En om af te sluiten, wie zullen we nog kunnen pakken? Ah, Herman. Maar ik vind dat je wel een beetje een paard omgedraaid, Herman. Van je er niet graag. Ik weet niet wat hij aan het kijken zit. Moet dat paard niet op je nee, Herman? Oké. We gaan er aan beginnen. De Groenhofkoersen. Ik ben benieuwd wie dat er gaat winnen. Dat is niet waar.
Wie had er wind bij ze? Danny, Erik, Bart, Albert, Arne, Rita, Regine of Herman? Voor wie ga je supporteren? Ja, Herman. Voor Herman? Oké, okay, maar zien. We zijn binnen vertrouwd. 3, 2, 1. Doe! En we zijn weg! Voilà. De Runoff koersje, dames en heren. Ze zijn goed vertrokken. Danny is momenteel in tweede positie, gevolgd door Erik. Erik haalt hem in. Albert gaat enter. Tess, oeh, wie zit helemaal van achter? Rosine zit van achter, denk ik. Ze moet nog in aan. Melissa, nummer 4, dat is Albert. Albert is nummer 4. Albert is de 75. Dat is spannend, hè? Allee, wie zou er winnen? Ja, dus wie is achter? Wie is achter? Achter is Herman. Herman is aan het winnen. Achter, dat is Herman. Herman, hoe bezig? Herman is aparte. Doe maar deuren. Voilà. Achter Herman is nummer 7. Is Rosine is nummer 7. De derde is nummer 2. Is Erik en Tom Emme. Erik en Arne is helemaal van achter, denk ik, met dat stokpaardje. We zien hem niet. Maar we gaan dichter, we gaan dichter. We zijn bijna aan de finish. Momenteel is het een nek aan nek race tussen Albert, Mark, Rita en Rosine. Maar Danny is aan nader. Danny komt dichter, gevolgd door Erik. Mark verliest een beetje zijn afstand, maar je ziet hier al. Dat duurt een uur, hè, gast. Dus het is nog een uur. Hop. Nee, ik denk dat de laatste bocht is. Danny is voorlopig in bij de winnaarspositie. Gevolgd door Arne, Mark, Erik, Rita, Regine, Herman. Op de vierde plaats is het. Wie is dat? Dat is Albert. Of het is Arne, ik weet het niet. We zijn er binnen. Het is weer nieuw spannend. Wie gaat er winnen? Wie gaat er winnen? We zijn binnen aan de finish. We zijn in slow motion. Wie gaat zijn? Danny, Erik of Rosine? En het is altijd Danny. Danny is aan. Danny, Erik. Het is tussen Danny en Erik. En Danny is denk ik gewoon gevolgd door Erik. De derde is Rosine. De vierde is Albert. De vijfde is Arne. Denk ik. Ik weet niet. Ah, hier hebben we de eindklassement. Dus de laatste plaats is Arne, de voorlaatste Herman, maar de winnaars van Runoff Koersen zijn Danny, Erik en Rosine. Proficiat aan de winnaars! Ja, waarom doe ik dat allemaal? Ik weet dat ook niet meer. Het is dat, hè. Dat is goed gezegd, Janine. Wat dat de mensen moet doen voor zijn frank te verdienen. Ja. Ik heb door gisteravond 3 uur zitten naar werken voordat dat akkoord te plakken ging. En dat is dan voorbij en daar staat niks voor, maar dat is al niet erg, hè. Maar kijk, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen, bijna, van de show. Ik ga even kijken hoe laat dat is. Voilà, kijk, 28 minuten. Ik had jullie beloofd 2 keer een half uurtje. We zijn er een klein beetje over. Hopelijk heb je ervan genomen. Het is spijtig van de mensen die er niet waren, je moet er maar van vertellen. Maar het is allemaal gefilmd. Hé? Dus ik denk dan binnen een paar maanden of zo ga je dat wel een keer kunnen zien op scherm hier. We gaan jullie dat wel bezorgen en dan kunnen jullie nog een keer samen kijken. Ook met de mensen die er niet waren. Ik zal dat wel een keer tonen hier op het grootscherm. De gezellige namiddag van deze namiddag. Dus ik neem graag afscheid van jullie. Het was tof om jullie nog een keer terug te zien. Zeker de mensen die ik 3 jaar geleden al een keer ontmoet heb. Maar we gaan eindigen. Arne, niet weglopen. Niet weglopen, Arne. Niet weglopen. Van Arne is in feite de grote ster. Ik ben maar een sukkelaar. Dus ik zou graag deze namiddag eindigen met de last call door Arne. Ik ga daarvoor rechten staan. Arne, samen met de trompetisten van de Last Call, uw aandacht voor het laatste filmpje van deze namiddag. Alsjeblieft. Da 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 da
mensen, bedankt om te komen. Hopelijk vond je het geestig. En misschien tot de volgende keer. Tada! Nog een keer een groot applaus voor Hunter Lamoot. Heb je er een beetje van genoten? Heb je veel moulin?